Yo mensen, en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video van mij. Het is de video waarin ik uitleg. Ben ik zo een beetje duidelijker als ik dit doe? Kijk, dat is even aan mijn kant. Oké, val even neer. Nee, want dat licht komt lang niet door. Nee, maar dit is de video waarin ik uitleg. Waarin ik uitleg geef over de kleine korte video. Ja, kleine korte, van 1 minuut toch tenminste. De video van een minuut die daar straks online is gekomen. Die video, moest je niet gezien hebben, gaat over wat er met mijn kanaal gaat veranderen. Ik ga alleen nog maar Ark, Sims 4 en een andere serie spelen, die ik nu wel kan zeggen. Want zoals jullie weten, heb ik een game die ik waar ik van hou, die ik zo nice vond. Dat was een horror game. Ik heb de 2D al, want het was het horrorspel plus de DLC, oftewel Outlast heb ik gespeeld. Plus Outlast Whistleblower. En nu heb ik gebruik gemaakt van de januari kortingen van PlayStation. Dus heb ik Outlast 2 gekocht. Die wil ik graag voor jullie gaan let's playen. Of dat over morgen gaat zijn, dat weet ik niet. Maar ik ga zelfs waarschijnlijk nog Sims opnemen. En dan zien we wel. Maar waarom heb ik het gedaan? En wat gaat er met Minecraft gebeuren? Dat komt op de Dutch Minecrafter. Moest u dat kanaal nog niet volgen. Het is eigenlijk gewoon de vroegere gameplayer. Alle video's staan daar, denk ik, op privé. I am not sure about it, but ik denk van wel. Er komen ook nog andere Minecraft series op. Ik denk dat ik Ocean Survival al gaande heb daarop. Ik weet het niet meer, maar dat kan wel, denk ik. Dus dat allemaal. Alleen nu. Waarom heb ik dat gedaan? Kijk, ik maak series bijna nooit af. Maar ik bijna nooit. Omdat ik te veel achter elkaar wil doen en dit. Zo van die shit ben ik altijd mee bezig. Dus daarom heb ik er nu voor gekozen om maar 3 video's te maken. 3 series van video's te doen. En die ook af te gaan maken. Wat dus Ark Survival gaat zijn. Daarna Ark Scorched Earth. Ragnarok. Aberration. Die shit. Dan de Sims 4. Waar ik denk ik al een lange tijd bij toekom. En nu dus ook Outlast 2. En na Outlast 2 komen er natuurlijk ook andere games. Want ik heb nog heel veel van jullie klaarstaan. The Evil Within heb ik ook. Ga ik daar nu een break mee pakken of hoe zit het? Ik weet het niet. Misschien kan het ook goed zijn dat ik eerst The Evil Within afmaak. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik denk dat ik eerst The Evil Within ga afmaken en dan Outlast 2 ga doen. Want anders zit ik daar weer mee en moet ik die serie dus eerst The Evil Within. Dus haal even Outlast 2 uit jullie hoofd. Eerst wordt The Evil Within afgemaakt. Dan heb ik Assassin's Creed Origins, waar ik terug over wil gaan livestreamen. Horizon Zero Dawn, dat ik ga livestreamen. Destiny 2, dat ik livestream. Zo van die shit. Dan The Sims 4, videoserie. Ark, videoserie. Dan nu The Evil Within videoserie. En ik kan nog serie beginnen, want Among the Sleep was ik gestart. Die gaan we sowieso opnieuw starten. Ik heb Terraria, misschien kan ik dat nog spelen. South Park The Stick of Truth, dat kan ik misschien spelen. Far Cry Primal, Far Cry 4 waar ik mee was begonnen, die ik ook weer niet heb afgemaakt. Dus kijk, dat bedoel ik dus. En dat wil ik dus nu net. Kijk, die moet ik wel even weg doen, want dat heb ik niet meer. Nee, die moet ik dus. Ah ja, eigenlijk mag dat wel. Wat de fuck ben ik bezig, joh. Niet helemaal. Zo, dat was trouwens Sniper Elite. Dit wil ik delete doen.
zo. Dat was zeg maar Saints Row, dat heb ik niet meer. Minecraft komt dus niet meer op dit kanaal, hè. Dus dat even terzijde. Dan Rocket League kan ik soms doen. FIFA 16 nu niet. Die ga ik niet doen. Dus dat allemaal. Kijk, ik bedoel maar. Een hele Far Cry shit. Terraria nog. Stick of Truth. Among the Sleep. En ik heb fucking, ik denk iets van 70 spellen hier, hè. Kijk, bijna 80 spellen. Die ik allemaal heb. Cluster Truck, ja, dat is nu wel iets Fallout 4. Ik heb ook spellen die nog niet meer geïnstalleerd zijn, die ik wel wil installeren. GTA 3, San Andreas en Vice City. Kan ik beginnen. Ik bedoel maar, zo heb ik fucking veel shit. Wil ik allemaal doen, maar niet zo, zeg maar, je weet waarschijnlijk al wat ik wil zeggen. Niet door elkaar, ik zal het zo zeggen. Dus daarom, ik wil structuur in mijn kanaal. Dat is het eigenlijk, ik wil structuur. Dus hopelijk weten jullie nu iets meer daardoor. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug. Vandaag natuurlijk geen gameplay video, waarom? Ik ben samen met mijn Fiente naar de bioscoop gegaan. En nu donderdag gaat er waarschijnlijk ook geen, ja, misschien wel één video als ik dat klaar krijg. Maar donderdag komt hij ook tegen 1:30 weer. Omdat hij nu een GoPro heeft. En dan willen we eens uittesten. Misschien gaat daar een video op zijn kanaal komen. Jent dat niet. Moest je het niet weten. Dus waarschijnlijk donderdag één video of geen. Maar misschien wel een vlog s'avonds. Dat kan. Ik weet, ik ga nog niet zeggen van ja, ik ga vloggen. Nee. Dat kan. Dus als het niet zo is, dan weten jullie dat ook. Hè. En dan. Met die dingen gezegd te hebben, hoop ik dat jullie nu toch alweer iets meer weten. Dus bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag de volgende keer terug. Doei mensen!